Hallo mensen, ik ben Kees. Kees van Syndroom. En ik heb een doel. Dat betekent helemaal niks. Dat is één ding wat ik wil. En wat mijn doel in mijn leven is. En dat heet hardcore fucking hardcore. H-A-R-D-K-O-C-O-R. Niet K, want dan staat er hardcore. Hardcore survival. Zo. Hardcore survival. En één ding heb ik een doel. En dat is mijn doel. Dat is hardcore survivalen. En wat ga ik in hardcore survivalen doen? Dan ga ik hardcore survivalen. Veel mensen zeiden tegen mij, Kees, je moet weer Minecraft doen. Daarom abonneren mensen. Nou, we gaan nou hardcore survivalen. Als ik eenmaal begonnen ben. Ja, we gaan nou, vanaf nu, vanaf deze seconde, beginnen wij met hardcore survivalen. En wat is het eerste wat je moet doen als je aan het hardcore survivalen bent? Dat betekent, dat is natuurlijk een paddenstoel pakken. Nee, het eerste wat iedereen weet. En als jij het niet weet, dan ben je niet iedereen. Dat is één ding, het hout. Als je geen hout hebt, dan kan je niet hardcore survivalen. Dus, wat hebben we al geleerd? Hout hoort bij hardcore survivalen. Maar we horen helemaal niks te leren, het hoort gewoon leuk te zijn. Ik ben Kees van Steendroog. En dat was een beetje een raar intro. Maar ik weet, iedereen die zegt tegen mij, Kees, ga alsjeblieft Minecraft doen. Want daarvoor vinden mensen leuk en zo. En dan zeggen anderen weer, ja, je kan beter Minecraft van doen. Dat is leuker dan een retro shit. Ja, dat weet ik zelf ook. Retro shit vind ik zelf leuk. Dit vinden jullie leuk. Er moet een beetje dingen inzetten, weet je wel. Gewoon het een beetje tussen inzetten. Kan ik hierop bouwen? Oh, dat is wel zwaar stoer. Dan kan ik een huis op het water hebben. En dan heb ik mijn eigen waterhuis. En dan heeft het zo'n liedje, zo'n heel mooi intro tuntje van. En zo, weet je wel, wat je gewoon ziet op tv. En dan hoor je, hey, dat is een leuk intro tuntje. En dan denk je, hey, dat is een dat past eigenlijk best wel voor Kees. En dan gaan wij dit hakken. En dan gaan we dat hakken. En nou, is. Oh, is, wat hoor ik? Ik hoorde. Dat zoiets hoorde ik. En dit is mijn Minecraft skin. Voor de mensen die hem nog niet gezien hebben. Ik ben ninja of zo. Ik weet niet. Ik zat zo te kijken van. Hey, wat ziet er leuk uit? En dacht. Hey, dat ziet er wel leuk uit. Toen had ik die even snel gemaakt. Daar is zo'n leuk programma voor. Oké, we gaan eerst deze toolbox maken. Dan gaan we sowieso even allemaal woord omzetten. Naar een ander soort woord. Dat er eigenlijk gewoon woord is. Maar dan toch net iets anders, weet je. Ik heb sowieso een pickaxe nodig. En ik heb ook nog een zo'n andere bel nodig. Weet je wel, zo'n belbel. Kijk, dat is gewoon een houten ding. En ik vind dat we zo snel mogelijk even een huis moeten maken. Want dat hoort bij hardcore survival. Dat is het eerste wat je moet doen. Altijd een huis. En wat moeten we in het huis zetten? Nou, het moet veilig zijn, het huis. Niet dat je zo in het huis loopt en dat instort. Want dan is het niet zo heel veilig. Want dan ga je misschien nog dood en zo. En dan ben je dood. Maar voor de mensen die niet weten wat hardcore survival is. Hardcore survival is gewoon, als je één keer dood bent, bam, ben je dood. Er is geen tweede kans meer. Het is niet zoals die andere dat je zo zit van, oh ja, ik ben dood. Oh nee, ik kan toch gewoon overnieuw beginnen en mijn spullen terugkrijgen en zo. Ach, dan ga ik maar dood. Als je hier dood bent, dan ben je echt dood. En dan ben je niet Joron van de Sloot dood. Nee, dat heet echt dood. Maar Kees, ben je dan echt dood? Ja, dan ben je echt dood. Wanneer is het opgenomen dit dan, Kees? Dit is opgenomen op 4 december om 12:30. Dat is een beetje laat. Ja, dat is inderdaad laat. Who the fuck cares? Je bent mijn moeder niet. Oh, ho. Hi, mom. Snap je hem. Kees, dat is niet grappig. Dat moet je ook niet tegen je kijkers zeggen, want anders zeg je kijkers, Kees, er is toch helemaal niks grappigs aan. Het is een serieus feit. Want mensen hebben moeders. Ja, ik heb ook een moeder. En moeders doen dingen die andere mensen niet doen. Zoals moeder zijn. Ja, het kan alleen als je moeder bent. Kan je moeder zijn. En we gaan een huis op het water maken. En dan kan ik tegen mensen zeggen dat ik een waterhuis heb. Dat vind ik al leuk klinken, dat je tegen mensen zegt dat je een waterhuis hebt. En dan zeggen ze, heb je nou een waterhoofd? Nee, ik heb een waterhuis. In het water. En zo. En het is niet zo heel mooi water. Het is allemaal een riool shit. Maar het is gewoon een huis. En een huis heeft één ding. Dat betekent dat het is voor één ding gemaakt. En het is bescherming. Maar sommige mensen zeggen, ja, een huis is ook eigenlijk decoratie en zo. Nee, dan ben je gewoon een Henk. Maar mijn naam is Jan. Nee, je bent gewoon een Henk. Dat is niet net zoals sommige mensen zeggen, ja, je bent echt een Cora. Of een echt een Jan.
En dan denk ik maar, ja, nou, ik heet geen Jan hoor. Ja, voor mij wel. Voor mij heet jij Jan. Of Piet, of Cor, of Chris, of Klaas, of Jan, of Cor, of Piet, of Chris. En Kees, waarom geef je zo'n achterlijke commentary zo misschien? Misschien zeggen mensen dat. Dat is omdat ik ben op dit moment echt gewoon een hele, hele droge bui. En dan moet je ook opnemen als je een hele, 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 hele droge bui bent. Want anders zie je zo behang en zo en een keer behang. En dan kan je dat niet met de wereld delen. Oh ja, er zijn vast nog wel mensen die denken, Kees, wil je een keer een dual commentary met me doen? Nee, maar je mag wel een gastrol inzenden. Dat mag altijd. Dat mag voor mij altijd. Altijd mag je een gastrol inzenden. Of jij nou een Piet, of een Henk, of een Chris, of een Klaas, of een Piet, of een Henk bent, je mag altijd gastrollen inzenden. Dat vind ik ook leuk, als je een gastrol inzendt. Dan zeg ik zo van, hey, dat is leuk dat mensen een gastrol inzenden. Dan kan ik zien dat ik populairder word. Dat mensen zo zeggen, hey, dat is toch die steen droog? In plaats van, huh, welke steen droog? Die ken ik niet. Daar heb je wel eens, hè. Dat je dan probeert bekend te doen, weet je, van ja, je kan natuurlijk wel via YouTube, maar wie ben jij? Oh, dat weet ik zelf ook niet. Maar wij proberen in de eerste aflevering van Hardcore Survival, probeer ik sowieso één ding te doen, en dat is een huis maken. En het gaat me ook wel lukken, zoals het er nou uitziet, maar mocht het niet lukken, dan mocht het maar niet lukken. Dan mocht het maar gewoon niet lukken. En als je dan zegt, maar Kees, ik weet gewoon dat het jou kan, dat jij het kan. Ja, ik weet het zelf ook, maar het moet er nog altijd, er moet altijd een vraag zijn, weet je. En dan zeggen mensen, ja, maar we weten gewoon al dat jou het lukt. Maar dat, wie weet lukt het mij wel helemaal niet. En dan zit je zo van, ja, daar heb je eigenlijk wel gelijk in, Kees. En ik weet gewoon dat ik al gelijk heb, want ik heb gewoon gelijk. Ik heb gewoon gelijk. We gaan dan zo een van die lily dingetjes, ik weet niet hoe die heet, dat heeft een naam. En dat had dan toen vroeger ooit een andere naam, maar toen had het toch weer dezelfde naam. En toen dacht iemand, hey, dat is dat. En toen dacht iemand, nee, dat is dat niet, dat is dat andere ding. En er kwam nu een hele oorlog over. En die duurde maar liefst 38 minuten. Nee, ja, trouwens, die kan ik er gewoon plaatsen, wat maakt het uit. Die wordt er toch wel geplaatst. Waarom zou ik hem dan nou er gewoon niet plaatsen? Dan moet ik hem eerst afbreken en dan staat hij daar en dan denkt hij van, yes, ik sta er en dan, waarom breek je me nou af, man? En dan later, je zet me weer neer. Sorry dat ik zo te op keer ging. Te keer, ja, die bedoel ik. En we zullen denk ik nog wel een stekje wood nodig hebben, want zonder, met dit redden het gewoon niet. Dus ik ga straks nog even een stekje wood maken. En dan zeggen mensen, Kees. Maar ik moet er mee ophouden dat mensen gaan met dat. Dan zeggen mensen van dit en dat. En dan zeg ik van nee, dit en dat en dit. En dan zeggen andere mensen weer van nee, dit en dat en dit en zo. En het begint al een beetje donker te worden. Speel ik eigenlijk wel. Ja, ik speel op hardcore. Dat is, speel ik niet gewoon op creative? Nee, Kees. Ik weet gewoon dat jij op hardcore speelt. Dat was de zon. Daar is de zon. Een mooie zon. Oh, we moeten misschien wel even wat cola hebben, hè? Want als we geen cola hebben, dan hebben we gewoon geen cola. Oké, dit is denk ik wel even genoeg. Dan moet ik even een god vinden. En ik zag net hier ergens zo'n ding zitten. Dat is dan, nee, het is geen ding. Oké, zeg de zakjes wel beter. Hieronder, daar zit kool. Er zitten volgens mij ook monsters. Maar zoveel kool. Ik bedoel, ja, ik ga daar waarschijnlijk, hopelijk niet dood, want anders zou deze aflevering geen zin hebben. Dan zou ik zo zitten, ja, dit is Gierkees van Steenroog. En dit is met kool en zo. Ah, ja, dat lukt. Oké. En dan gaan we goed naar onderen. Ja, dat kan wel. Oh, dat deed pijn. Dat deed heel veel pijn. Maar ik voel de pijn gelukkig niet. Dat zou wel heel naar zijn als jij de hele tijd die pijn voelt die je poppetje voelt. Dan zit je zo van, oh man! En dan kom je zo op school, weet je wel, en dan... Hey, wat is er met jou gebeurd? Ja, ik heb Minecraft gespeeld. Oeh, dan gaan we nog niet naar binnen. Zit er nog wat? Er zit volgens mij wat, maar... Ik ga er niet naar binnen. Nu niet, en niet, nooit niet. Kijk daar, zit hier ergens kool? Ik heb kool nodig. Ja, hier kunnen we naar beneden. En dan zit hier kool. Ik heb een stekje kool nodig, want anders kunnen we niet overleven. Nou, pakken we nog maar een paar stakjes. Dan pak ik ook nog heel even steen om naar boven te komen.
Hoppa, dit is genoeg kool voor vandaag. Oké, dan ga ik heel eventjes wat dirt pakken. En dan kan ik tenminste naar boven hier vandaag. Want anders dan moet ik, mijn hout gaan gebruiken. Die ik zo hard heb. Hard heb zitten verzamelen en zo. En dan zegt iedereen, dan moet ik dat hout weer gebruiken. Weet je, de hout, daar is het niet overal. Behalve in deze map is het er best wel veel. Maar dat wil niks zeggen. Zodra ik heb ik al het hout op, weet je. En dan zit er zo, oh kut, we hebben geen hout meer. En dan voel ik mezelf heel naar. En ik hoop dat de zon nog niet aan het ondergaan is. Want als die zo lekker aan het ondergaan is, dan ben ik best wel fucked. Dan staat er gewoon op mij, staat het gewoon, oei, fucked. En dan zo'n bordje, weet je wel. Gewoon met de fucked erop. Kom op, is dit lang genoeg? Of groot genoeg? Of klein genoeg? Kom op, je kan het. Anders moet ik andere materialen gaan gebruiken. Yes, oh shit, het begint nacht te worden. Nou moeten we even serieus snel gaan werken. Kijk, als het serieus gaat, dan doe ik het wel. Weet je, dan lukt het me. Oké, snel, we gaan eerst eventjes wat, nog heel even wat hout hakken. En die gaan we dan neerzetten. En dan ga ik lekker op mijn sofa zetten, weet je. Oké. Hoeveel hout zal ik hier vanuit? 64 is genoeg, denk ik. Ik moet gewoon even een klein huisje hebben. Een klein, zo'n lekker mooi vertrekje. Ja, dus dit is genoeg. Snel! Anders wordt het zo direct nacht en dan ben ik dood. En dan zeggen die monsters van, haha, wat moet je nou? En dan, fuck, ik moet niks, want ik ga dood. Snel, Kees, maak het af. Ik moet sowieso even een paar hout overhouden, anders hebben we geen toortjes en dan ben ik steeds fucked. Klein vertrekje moeten we hebben. Oeh, ik dacht dat het een spin was. Gelukkig was het dat niet, want anders zat ik gewoon, een spin! Shit, snel! Het begint nu echt donker te worden, jongens. Ik ga dood. Ik red het niet meer. Ga maar alleen. Zonder mij. Dat is alleen. Oké, we gaan heel snel. We kunnen nog. Het kan nog. Er is nog hoop, jongens. Eén stokje moet ik hebben. Oké. Dan pakken we zo snel. Heel even torches. Snel. Ik heb... Oh, er loopt een creeper. Nos. Nee. Nee, want dat anders is hardcore survive tekort. En dan moet ik nog iets gaan verzinnen. En ik weet niet wat ik dan moet gaan verzinnen. We hebben het al bijna gedaan, jongens. Ik ga heel even een torch ophangen. Oh god, ik hoorde net iets wat oppakte. Dat zal toch niet een enderman zijn? Niet om deze tijd van de nacht. Die wil je eigenlijk niet tegenkomen om deze tijd van de nacht. Nou, die wil ik gewoon eigenlijk nooit tegenkomen. We hebben te weinig... Kut, we hebben te weinig goud. Nou, dan maak het tenminste zo, dat ze toch niet binnen kunnen komen. Ja, dit werkt wel. Dit werkt wel. Dit is ons kleine vertrekje. En hier moeten we het vandaag, deze episode, mee doen. En dan ga ik hier zo staan. En dan pak ik mijn pickaxe. En dan mag niet... En dan iedereen die binnenkomt, die maak ik... Trouwens, ze kunnen hierboven nog vallen. Nee! Dit is Schrik Kees van Steenrook. Ik hoop dat jullie deze aflevering leuk vonden. Hieronder kan je in de comments wat plaatsen en zo. En liken. Pizza eten en zo. Doe dat. En dan zie ik jullie in de volgende aflevering van Keihard Hardcore Survivalen. Dus tot dan!